Maar ik vroeg niet op 10, gewoon mijning. Nee, of ik, niet goed. Gekoop. Zoals de oortjes van de kruidvat. Zomaar upload ik eindwijk niet. Kijk, ik wist niet dat de wijk was. Ik stond vanmorgen onder de douche en ik kijk op mijn telefoon en dan zag ik wel. Het is een wijk geleden. En zomaar doet mijn channel het ook veel beter dan anders. Doordat ik een wijk niet heb geüpload. Dus misschien moet ik meer zo in zijn wijk gewoon stoppen met YouTube. En een video maken met Chinees. Welkom terug bij een nieuwe video. Ik heb een ander hulpje geregeld. Ah, what the fuck? Enzo Knol. Dus misschien ligt het daaraan, maar kijk. Ik ga mijn mama nog eens gebruiken voor een beetje haar laten reageren op iets. Van Louise maakt leuke muziek. Ik heb haar live optredens ook gezien, die waren ook. Maar ik twijfel er niet aan dat mijn mama nog nooit iets gehoord heeft van haar of dat live concert heeft gezien of zelf weet wie zij is. Dus leuk, gratis views. En mijn mama heeft oortjes gekocht in de kruidvat. Dus het probleem dat ik geen oortjes heb om deze video te maken is ook opgelost. Hoeveel heb je hiervoor betaald? 2 euro. 2 euro. Kom maar, je mag in deze stoel zitten, maar weet je niet wat ze nog in zo'n zakje steken? Ze waren met 3 maten dopjes. Dus... Ja, maar weet je wat ze nog in zo'n zakje steken? Nee. Ja. Kijk, als je zo'n oortjes hebt, je 2 euro met 3 verschillende soorten dopjes. Ik ga jou een liedje laten horen. Ik ga nu al zeggen, dit is niet slecht. Valt wel mee. Heb je ooit gehoord van Famke Louise? Ja. Wat? Ben je aan het liegen? Nee. Wanneer heb je daarvan gehoord? Dat zijn we wel iets. The fuck? Zij was YouTuber, of is nog altijd YouTuber, maar zij is dus in de muziek ding gegaan en nu maakt ze muziek. En dat is eigenlijk wel redelijk succesvol geworden. Een van haar bekendste is toch wel deze. Ah, fuck, deze oortjes zijn echt slecht. Deze muziek klinkt nu nog slechter door deze oortjes. Ook... Misschien koop ik wel een... Kijk, deze oortjes zijn echt heel slecht. Het klinkt niet eens als die muziek. Ah, maar kijk, we gaan het hiermee moeten doen. Kijk, ik dacht niet... De muziek is... Allee, de muziek trekt al op niks. Ja. Zoveel gewoon die oortjes zijn verschil, man. Jawel, die muziek is altijd nog oké. Maar nu klinkt het gewoon... Ah, wat ben je aan het doen? Je kan niet fixen dat de kwaliteit beter is. Steek ze gewoon in en luister hiernaar, ja? Kan maar één Kortje nu? Ja, ik heb toch ook maar één? Ja, maar ja. Waarom steek je dat daar en je moet toch in je handen... Oh, godverdomme. Ja, dus dat is het originele liedje. Je kan zeggen wat je wil. Misschien leg dat aan deze oortjes is te doen, snap je? Dan perform je dit liedje live op Koningsdag. Fucking veel mensen. Dan de... Ja, nee. Ah. Oh. Wat is er? Ja, wat? Stel je voor, je maakt de carrière switch van YouTube naar dit. Ik denk dat je nu nog niet door hebt hoeveel volk er hier is, man. Ik versta niet eens wat deze guy zag door deze oortjes. Eens even kijken of jullie klaar zijn voor de volgende artiest. Mag ik? Ik heb dit ook nog niet gezien, hoor. Make some noise for Famke Louise. Ik heb altijd gezegd dat ze slecht is live, dus... Ik wil je eerlijke mening. Ik vind het vreselijk. Ja, maar meer dan vreselijk, snap je? Dat je bijvoorbeeld daar staat. Ik, je snapt toch ook dat als je slecht bent, dit zou toch niet mogen kunnen. Ik vind het vreselijk. Doe maar weg. Is dit het? Ik vind het maar niks. Ik vind het maar niks. Weet je niks aan? Nee. Niks? Nee. Vind je ook niet dat ze er mooi uitziet? Nee, en het topje zie ik ook niet graag. Een topje vind je ook niet mooi. Nee, en broekje nog minder. Maar je ziet niet eens een broekje. Daarnet wel, hè. Dus, jouw mening over Famke Louise. 0 op 10. Maar ik vroeg niet op 10, gewoon mening. Negatief, niet goed. Gekoop. Zoals de oortjes van de kruidvat. Nee, kijk, het past echt, snap je? Maar het klinkt misschien een beetje slechter hierdoor. Check, als je ze alle twee eens steekt, steek die ook eens in. Hoor je mij nu nog praten? Ja. Altijd. Moet ik ook een carrière switch maken? Zou je dat leuk vinden als ik ook muziek begin te maken?
Ja, maar als mooie muziek is. Nee. Even throwback. Want ik zo Junior Eurosong nog oké vond. Dan ging ze naar mijn mama en vroeg van, hey, zou je dat goed vinden als ik daaraan meedoe en als ze mij inschrijft? Je hebt gewoon een heel eerlijk antwoord gegeven. Je hebt gezegd, kijk, het is niet omdat ik je niet graag zie, maar je stem is gewoon echt niet gemaakt om te zingen. Nee, ik zeg alweer. Dag mama. Zomaar ga je weg. Ik zit nog niet aan de 10 minuten. Ja, maar ik moet... Ik zit nog niet aan 10 minuten video. Maar je moet het dan nog maar een beetje volbabbelen, hè, schat? Dan spreek jij weer zo in een raar accent. Mama. Dag, schatje. Neem je oortjes mee. Doe de deur dicht. Alsjeblieft, mama. Het klinkt niet echt beter met deze koptelefoon, hoor. Dikke party bij de bedtopers! Als er mensen zijn die zeggen dat dit wel echt goed is... Dit is gewoon niet goed! Dit keer wil ik geen gedoe. Wacht, niks tegen haar als persoon. Ze heeft waarschijnlijk net de slimste keuze van haar lijf gemaakt door Tim te dumpen. Je kan echt gewoon niet zingen. En je muziek is waarschijnlijk wel goed, maar kijk, als je dat live performt, doe dan iets. Zing dan niet gewoon zo... We willen performen zien. Show misschien een terry. Hoeveel volk er hier staat. Doe dan iets. Toon aan iedereen hier dat je wel kan zingen. Dat je wel kan. Want dit is gewoon echt niet goed. Ik bedoel, ik wil je muziek echt leuk vinden. En op Spotify is je muziek wel te doen, maar... Er is niet eens Ronnie Flex die erbij staat. Dat is gewoon een andere guy. Maar Ronnie Flex niet hard wou afgaan op het podium samen met Femke Louise, snap je? Ik weet niet wie dat is, maar... Ze hebben gewoon een fake Ronnie Flex gefixt. Omdat Ronnie Flex niet meer op het podium wou staan. Plus 1 voor Ronnie Flex. Dat was het, snap je? Twee liedjes klaar. Hey, Femke Louise wil je Koningsdag komen doen. Twee liedjes klaar. Twee weken geleden was Femke Louise in de buurt. Zo 28 minuutjes van waar ik woon. Er was daar een concert en zo. En ik wou daar eigenlijk wel... naartoe gaan, maar dat kon niet. What the fuck? Nee. Clubshow invites Femke Louise. Daar is er volk naartoe gegaan. Oh, shit. Dat was er echt. Oh, shit. Ja, kijk. Misschien vind ik haar misschien niet zo nice, maar... Zij is niet lelijk. Jullie snappen de liefde-haatrelatie die ik heb met Femke Louise. Haar muziek live is een beetje meh. Op Spotify is het echt wel te doen. Ik kan ook luisteren naar haar muziek op Spotify. Daar vind ik het wel. Deze shit, man. Dit kan je niet live doen, snap je? Dat zijn tonen die zij sowieso niet kan hitten live. Dames en heren, bedankt om te kijken naar deze video. Vonden jullie het leuk? Smash je zeker een duimpje omhoog. Mijn naam is Acid. Het is fucking warm. Ik ga even fokken. Ik leg gewoon laag camera en ik neem video's op. Het is nog altijd die Fortnite Avengers ding. Dus daarvoor ga ik ook nog een video opnemen. Misschien met die Chinees. Maar dat ben ik nog niet zeker. Eigenlijk wil ik eerst gewoon naar die nieuwe Avengers film gaan kijken voor ik die game mode speel. Maar oké. Okay. Ladies and gentlemen. Hey. Hello. Yes. Oké. Okay. Nice. Ik wist niet dat ik hem voor de eerste keer erop ging plakken. Het is fucking lang geleden dat ik Fortnite heb gespeeld. Yo, deze skin maakt mij nog beter dan dat ik al ben.